Goedemiddag, het is 12 uur. Wij gaan weer een update. Ik sta in Westendorf aan het gondelstation van de Alpenroos. En het is weer fantastisch skiën geweest in de ochtend. En iedere ochtend verbaasde ik me ook weer van het feit van joh, gaat het eigenlijk nog wel als ik naar de pistes ga? Want ja, ik kijk af en toe ook wel eens tegen groene vlaktes aan. Maar als je dan weer op de pistes bent en je ziet hoeveel werk de sneeuwkanonnen eigenlijk weer gedaan hebben. Ja, het is echt helemaal top. En skiën op kunstsneeuw is ook geweldig. Sneeuw spat gewoon op. Kijk maar eens achterin. Goedemiddag. Achter in het skigebied van Kirchberg. We draaien even terug, want ik ben in Westendorf, op de Goralm. Nou, daar stop je. En ja, je ziet het. Ook hier ligt het er weer geweldig bij. Ik draai even door naar het Ital. Achterin, helemaal achterin, daar zie ik het plaatsje Vergel. Nou, daar ligt nog wel natuurlijk wat sneeuw. Dus dat is goed nieuws. Maar draai ik hier het dal in, het Brixental, dan zie je echt aan de zonnige kant dat het toch wel aan het wegdooien is. En je ziet heel goed de dalafdaling Nieding. Maar die is nog echt hartstikke goed te skiën. En achterin de Wilde Keizer. Hele kleine toegift, omdat het hier zo mooi is. Boven op de Taalkaser, Westendorf, in het zonnetje. Ja, eigenlijk zou je hier heel veel strandstoelen nu gewoon neer moeten zetten. Maar goed, die zijn er niet. Dus we moeten het maar met dit plaatje doen. Ja, het is hier echt fantastisch. Zonde dat we naar beneden moeten. Maar ja, het is even niet anders. Ik zou zeggen... Morgen, het is woensdag 26 maart. Achterin nog even een blik op het skigebied van Kirchberg, Kitzbühel. En ik ben vandaag in het oude vertrouwde Schieweld. Want dit is mijn laatste dag van het seizoen hier. Komt ook omdat ze gaan sluiten. Aankomende weekend zijn ze voor het laatst open. Hier, ik dacht, ik ga nog even een klein filmpje maken. Hoe mooi het is. Met de beste sneeuw van het hele seizoen ligt hier op dit moment. Nou, het is echt een droom. Achterin daar, zoals bekend, de Hohenzollern. Daar ga ik nog eventjes een rondje omheen maken. En uiteraard draai ik even naar de Wilde Keizer. Nou, het is hier nog steeds fantastisch skiën. En dat meen ik echt. Er ligt hier echt ongelooflijk veel poedersneeuw. Nou, kijk hier maar eens op de piste. Ik hou het kort, ik ga afsluiten, want vanmiddag zit ik alweer in de auto naar Nederland.